Oh, we kunnen hem nu wel raken. Yo, Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar deze The Legend of Zelda Link's Awakening playthrough. Mijn naam is Rikachu en we zijn gebleven bij de allereerste grot of tempel of kasteel, hoe je het noemen wil. We moeten in ieder geval de sleutel in het slot doen en als het goed is gaat dan de deur open. Ja, dit klinkt goed. Dit klinkt top. Alright, en volgens mij zien we al gelijk wat de basis in deze grot. Deze ken je ook nog wel uit The Legend of Zelda A Link to the Past. Daar is dit wezen ook een van de bazen. Ik heb Link's Awakening nooit gespeeld op de Game Boy. Dus dit is voor mij een gloednieuw spelletje. En ik vind hem toch wel erg leuk hoor tot nu toe. We zijn in de staartgrot, zoals ze dit zelf noemen. En we moeten even ervoor zorgen dat deze wezentjes hier afdonderen. Dat is sowieso in dit soort Zelda games. Zorg altijd dat je alle vijanden verslaat in de verschillende kamers. Want meestal geeft dat wel een beloning. Zoals hier ook dit sleuteltje. Dit kleine sleuteltje die we moeten gaan gebruiken in deze grot. We gaan door. Oh kijk, en hier staat ook al gelijk een kistje. Hier moeten we dus alle vijanden verslaan om de deur die achter ons dicht ging weer eventjes te openen. Let's go. Wat zit er in deze kist? Het is het kompas. En met het kompas kunnen we zien waar de kisten en de eindbaas verstopt zitten. In welke kamers de kisten en de eindbaas zijn. Dus dat is nice. Laten we dat gelijk eens even bekijken dan. Kijk, we hebben de map nog niet. Als we de map hebben, zien we ook waar de kamers precies allemaal zitten. Maar we gaan lekker door. Dit is gelijk een goed begin. Dit gaat vloeiend. Ik ben wel benieuwd. Hebben jullie deze game ook gehaald? Willen jullie deze game ook halen? Ik vind dit een fantastische game. Je hoorde net trouwens een geluidje. Dat geluidje betekent dat er ergens in deze kamer dus een schat verstopt zit. Die vinden we niet door alle vijanden te verslaan. Maar waarschijnlijk door op dit knopje te staan. Ja, kijk. Dit spreekt nog allemaal redelijk voor zich. Het begin van deze grot, kerker, dungeon, hoe je het noemen wil. Hoppa, tweede sleuteltje. Lekker. Dus nu hebben we twee sleutels in de pocket. Even kijken. Laten we maar naar links gaan. Ik weet niet precies welke kant we op moeten. Laten we maar lekker naar deze kant gaan. Hoppakee, de deur is weer dicht. Waarschijnlijk moeten we dus nu weer alle vijanden verslaan om de deuren te openen. Jazeker. En dan gaan we hier naartoe. Kijk, dit is een... deze slang. Die kunnen best wel irritant zijn. We kunnen nu hier naar boven. En daar hebben we dus inderdaad even een sleutel voor nodig. Hoppa. Wat gaan we hier dan zien, jongens? Zijn we snel genoeg? We zijn net snel genoeg. Lekker. Hoppa. Dan kunnen we hier niet verder. Maar volgens mij moet ik deze opschuiven. Ja, kijk, dan gaat de deur open. Nice. We moeten sowieso niet deze spinies zien te verslaan. Hoppakee. Nice. Auw. Oké, die spiny die deed me wel pijn, maar we hebben hem verslagen. Oeh, en dan hebben we hier een tunneltje naar beneden. En hier zien we Goombas. Het is zo grappig dat er gewoon allemaal Mario-characters in deze game zitten. We hebben natuurlijk al Chain Chomp gezien en nu zien we hier ook Goombas. Ik vind het echt hilarisch. Ziet er trouwens ook best wel mooi uit. Ik ben benieuwd welke Mario-characters we nog meer gaan zien in deze game. Ik was echt super verbaasd. Toen ik dat zag in de trailer, dat er dus Goombas in deze game zitten. Ik was echt van, hoe kan dat? Hoe kunnen er characters uit een Mario-universum in een Zelda-game zitten? Ik snapte er helemaal niks van. Maar ik vind het lachen. En we hebben hier even het item uit dit kasteel gevonden, jongens. Die zetten we op de I-knop. En kijk eens, we kunnen springen. Net als in Mario Kart, jongens. In Mario Kart heb je ook een veertje, daar kan je ook mee springen. Hoppa. Nice. Lekker Linky. Laten we hier overheen springen. En hier overheen springen. En hier overheen. Hoppa. Kijk, dit gaat wat makkelijker nu. Ja, gaan we hier naartoe? Zijn we hier? Kunnen we hier gewoon terug springen? Nice. Kunnen we ook hier overheen springen? Ja, kijk, daar hebben we nu ook geen last meer van. Lekker. Ik zie daar trouwens een ruimte waar je een bom in kan stoppen. Maar we hebben nog geen bom. Als we hier een bom voorleggen, dan ontploft die muur. Maar goed, we hebben geen bom. Dus dat wordt een beetje lastig. Oké, laten we hier even deze slangenworm ook verslaan. Kunnen we dat met een spin attack? Nee. Ah, nee. Ja, oké, top. Hey, kijk. En dat... Oh, nog een kistje. We hebben even extra kistje hier, hoor. Nice. Wat zit er in deze kist? Weer een sleuteltje. En dan gaan we natuurlijk gelijk even deze kist openmaken. En daar zit in een rode roepie. Dat zijn 20 roepies. Hoeveel roepies hebben we? We hebben al 128 roepies. We gaan wel lekker met die roepies, jongens. Let's go. Oké, we gaan even hier naartoe. Skeletje proberen te verslaan. Ja, ja. En vleermuis. Hoppa. Zo, chill. Skeletje, kom hier. Oh, jump. Lekker. Kunnen we hier naar boven? Oh, nee. Wat doe ik nou? Waarom deed ik dat? Ik wou alleen maar kijken of we hier naartoe kunnen. We kunnen hier naartoe. Oké. Ik heb zo'n voorgevoel dat we dan deze drie moeten gaan slaan. En dat ze alle drie hetzelfde symbool moeten vertonen. Kijk. Lekker hoor. Die puzzels gaan goed tot nu toe. Even hartje oppakken.
kist die openmaken. En hier zit een stenen snavel in, een stenen bek. Oh, en die kan je dan in die uilen doen. Ja, en dan krijg je allemaal tips. Nice, dat is wel handig. We gaan hier naartoe, deze kant op. Oké. En nu hebben we een tussenbaas. We hebben een tussenbaas. Hoppa. Pak hem. 2, 3. Hoppakee. 3 keer geraakt. Dat is een mooie score. Bam. Op je bakkers, man. Ah, lekker. Lekker. Pak hem. Easy. Easy. Dit doen we gewoon. Geen probleem. Hoppa. Oh, dan is dit een portal waarmee je terug kan keren naar het begin van het kasteel. En als je dus doodgaat, dan kan je dus ook weer terugwarpen naar deze kamer. Omdat je dan weer begint aan het begin van het kasteel. Dus dat is wel lekker. Maar goed dat we even wachten. We kunnen hier gelijk door naar de baas. Maar we kunnen ook even kijken wat hier beneden is. Want ik denk dat we hier nog wel even iets kunnen halen. Oh, 3 hartjes. Ja, maar we zijn al vol. We hebben genoeg hartjes. Ja, dan gaan we weer naar boven. Hebben we dan nu al alle kamers gehad? Ja, we hebben wel alle kamers gehad. Nee, we hebben nog niet alle kamers gehad. Er staan nog verschillende kistjes hier in dit kasteel. Dan ga ik toch nog even terug. Let's go. We kunnen nog hier naar boven natuurlijk. Daar ben ik nog niet geweest. Kunnen we deze even in de afgrond mieteren? Hoppa. Jump. En slot weghalen. Kijk, zie je? Dan staat hier nog een kistje. Nice. Oh, we hadden natuurlijk de Nightmare Key nog niet. We hadden de laatste sleutel nog niet. Dus we konden sowieso nog niet naar de baas. Want we hadden die sleutel nog niet. Nu hebben we die sleutel wel. Ga ik even op de map kijken. En dan staat er dus nog wel wat kistjes. Gaan sowieso dat kistje nog even proberen te pakken. Ik denk dat we 1 van die 2 kistjes niet kunnen pakken. Omdat we dus nog geen bommen hebben. Als we hier naar beneden gaan. Dan gaat dat niet. Oké. Kunnen we via de andere kant naar beneden. Achter deze kristallen. Kijk, hier kunnen we natuurlijk nog niet naartoe. Want we hebben geen bommen. Dus we kunnen sowieso dat kistje denk ik niet pakken. Maar we kunnen nog wel een ander kistje gaan pakken. Namelijk het kistje wat hier rechts in deze kamer zit. Tenminste, dat hoop ik dan. Ik denk dat we weer alle vijanden moeten verslaan. Auw. Thanks, bro. Hoppa. Yes. Kijk, daar komt hij. En dan denk ik dat dit muntjes zijn. Oh nee, we hebben nu de map. Ah, nice. We hebben nu de map. We zijn eigenlijk al klaar met deze dungeon, maar we hebben hier de map. Ja, zie je? Inderdaad, hier hebben we dus die bom nodig om dit kistje te pakken. Dus daar kunnen we nog een keer voor terug naar dit kasteel. Of grot, hoe je het noemen wil. Om dat ene kistje te pakken als we inderdaad bommen hebben. We kunnen nu gebruik maken van deze portal om in de buurt te komen van de eindbaas. Kijk, daar zijn we gelijk in 1 keer hier. Ik wil wel even oppassen. Hier naartoe. Ik mis nu wel een half hartje. Dus ik ga nu wel even hier zo deze hartjes oppakken. Hoppakee. Let's go. Gaan we naar boven. En dan gaan we naar de baas. Woe. Gaan we kijken of we die baas kunnen verslaan. Even geduldig. En dan gaan we naar binnen. Baas hype. En ja, dit dacht ik al. Dat het zo'n gigantische wormachtige slang zou zijn. Baas. Outsiders. Oftewel, we mogen hier niet in deze kamer komen van deze gast. Moldorn. Pak hem. Lekker. Dat is 1. Oh, we kunnen hem niet nog een keer raken. We moeten even wachten. Oh, we kunnen hem nu wel raken. Hoppakee, dat is 2. Lekker. Lekker. Stop it. Oh, we worden geraakt. Dat is 3. Oh, we kunnen hem nu wel raken. Pak hem. Lekker. Nice. Dat ging even soepeltjes, jongens. Dat ging even super soepel. Lekker. Goodbye, Moldorn. En dan pakken we dit hartje op. Bam. Hebben we een extra hartcontainer erbij. Hebben we nu 4 hartjes. Dat is altijd wel lekker om iets meer hartjes te hebben. Want 3 is altijd wel heel weinig, hoor. Gaan we hier naartoe naar boven. En ja hoor, kijk. Dan mogen we ons eerste instrumentje gaan oppakken. Daar is die. Het is een cello, denk ik, hè? Ja, een volle maan cello. Klinkt goed. Volle maan cello. Kunnen we gelijk een liedje spelen? Link, kan jij muziek maken? Oh. Prachtig, Link. Mooi gedaan. En dit ging wel echt super snel, jongen. Deze grot. Dit ging echt heel snel. We moeten nu naar Swamp. Dus naar het moeras. We moeten het moeras gaan opzoeken. Ik weet waar die is. Die is rechtsboven naast het bos. Het mysterieuze bos. Er staat een pad opend in de bloemen. Alrighty then. Nou, lekker. Dan gaan we richting het moerasje. Ik heb zo'n voorgevoel dat Hoedhoed weer hier weer aankomt vliegen. Dat hij ons even een mededeling wil doen. Ja, zie je wel. Daar is hij weer. Hoed. Dat is een instrument of the sirens. En dat zou je letterlijk kunnen vertalen met een sirene. Maar een sirene is ook een halfgodin. Dus ik ben benieuwd. Ik moet toegeven, in het begin dacht ik niet dat je echt was. Maar dat instrument, samen met 7 andere instrumenten, vormen een set. En daarmee kan je dus de windvis wakker gaan maken. Je moet ze allemaal verzamelen. En het is mijn taak om jou de richtingen door te geven waar je naartoe moet.
We moeten nu naar het noorden, naar Koponga Swamp. Doe je hoed, mazzel. Het is wel chill, we kunnen hier nu gelijk even lekker hier overheen springen. Dat is easy. Ik wil wel even kijken of er nog wat meer op het strand te doen is. Want ik ben nog niet echt heel erg uitgebreid op het strand geweest. Ik bedoel, Link die houdt ook wel van een zonnetje op zijn bakkes, denk ik. Dus wat is dit bijvoorbeeld voor huisje? Het huisje van meneer de krokodil. Mijn naam is Sil, oftewel uitverkoop. Hij heet Uitverkoop, de blauwe krokodil genaamd Uitverkoop. Hij verzamelt in ieder geval zeldzame en vreemd eten in blikken. Oké, nou dan weet ik dat. Als ik eten in blik tegenkom, vriend, dan kom ik het jou even brengen, ja? Hallo, apie. Kan ik inmiddels al deze dingen optillen? Nee, nog steeds niet. Oh, hier lijk ik niet verder te kunnen. Nou, daar houdt het op. Dan moeten we toch gewoon naar het swamp toe. Naar het moeras toe. Ik heb ook niet het idee dat ik... Nee, die aap gooit alleen maar kokosnoten op mijn bakkes. Oké, we moeten dus weer naar het noorden. Dan moeten we eerst even door ons dorpie heen. Ons gezellige dorpie. Oh, of niet. Wat staan jullie hier paniekerig te doen, jongens? Wat is er gebeurd? Wat is er, kiddo? Dit muziekje. Hey jongen, het is serieus. Ja, het is echt heel serieus. Ja, de moblins die zijn in ons dorp gekomen. Ja, en toen, ja, superveel moblins. Ja, nee, echt. En ze gingen allemaal naar dat ene huis. Ja, naar dat ene huis. En ze hebben iets gedaan bij Bauwau's huis. Bauwau, dat is de Chainchomp, denk ik. Het was echt heel erg met de moblins. Ah, ik bedoel, ah. Het is sneller als je gewoon zelf even gaat kijken. Ja, dat denk ik ook. Want van jullie verhaal, daar word ik niet heel veel wijzer van. Bedankt. Oh, mijn vrouwtje staat hier te huilen. Oh nee, het is verschrikkelijk. Mijn Bauwau is gedognapt. Niet gekidnapt, maar gedognapt. Door moblins. Ah, help. Oké, ja, ik wil best helpen. Maar moet ik wel even iets meer informatie hebben? Weet iemand hier iets meer? Misschien de oma. Er is een tragedie gebeurd. Als je het aan mij vraagt, is het de fout van de moblins in... Oh, in Tall Tall Heights. In Tall Tall Heights. Dat klinkt dat alsof het ergens boven in de map zit, jongens. Let's go. Jij bent hier ondertussen nog gewoon relaxed aan het vissen, denk ik. We kunnen hier ook vissen. Nee, ik heb nu even belangrijkere dingen te doen, Matty. Ik ga even op zoek naar Bauwau. Let's go. Door het bos heen, naar boven. Het wordt denk ik tijd dat we wat moblins gaan slachten, jongens. Hop, hop. Oké, die bedoelde je niet blijkbaar. Nee, want dit zijn ook niet de moblins van Tall Tall Heights. Dus dit zijn de moblins van The Mysterious Forest. Ik zou wel graag nog iets sneller willen lopen. Ik hoop dat ik nog een laars krijg in deze game. Dat zou wel chill zijn. Even kijken op dit bord. Naar rechts is de swamp, naar beneden is de forest. Waar is dan Tall Tall Heights, jongens? Wie is hier? Hallo, meneer Schrijf. Mr. Wright heet hij ook echt. Meneer Schrijf. Nou, ik ben hier altijd een beetje op mezelf en met mijn brieven. Mijn naam is Wright en het enige wat ik niet zo leuk vind is dat ik nooit een reactie terugkrijg. Arme Mr. Wright. Ik ben nu volgens mij wel in Tall Tall Heights, toch? Oh, dat staat niet op de map. Hier is in ieder geval de swamp. Zijn jullie hier dan? Freaking moblins? Ik denk het niet. Ik denk niet dat we hier dan naar de swamp moeten. Wacht even. Er is nog een ander deel. Volgens mij als we rechts uit het bos gaan, heet dat stuk ook Tall Tall Heights namelijk. Pak hem! Dat is wel echt heel fijn als je zo sterk bent. Nu kunnen we wel dit hartje pakken trouwens. Hoppakee. We hebben een half hartje. En dit is trouwens Koholint Prairie. Dus het is niet Tall Tall Heights. Kun je me even helpen? Waar Tall... Ah, kijk. Hierboven is Tall Tall Heights. Lekker. En ik zie hier de grot. Ik heb zo'n vermoeden dat ik hier naar binnen moet. Oké, dit zie... Ja! Ja, ik hoor hem. Ik hoor hem. Chainchomp, ik kom je redden, vriend. Ik kom je helpen. Hier, op je bakkes. Let's go, Chainchomp. Nog meer enemies. Ah, pak ze. Auw, dit gaat niet helemaal goed, jongens. Ik moet wel iets voorzichtiger doen. Anders gaat het niet goed komen. Jij moet een assassin zijn die door mevrouw Miauw Miauw is gestuurd. Om de mut te redden. Ik weet niet wat een mut is. Jij bent hier naartoe gekomen. Maar ik ga je pakken, zegt deze gast. Weet je het zeker? Weet je het zeker? Ik denk van niet, vriend. Ik denk van niet. Ik denk dat ik jou ga pakken. Ik denk dat jij niks hebt op mij. Oké, dan komt hij weer. Klap hem! Hoppa! Minier, kom dan. Nog een keer. Goed zo. Oké. Kom maar. Ja, lekker. Easy. Niks aan de hand. Lekker. Chainchomp, ik kom eraan. Yo, vriend. Ja, we hebben Bauwau gered. Lekker Bauwau. Kom maar met mij mee. Oh, hij hangt ook echt nu aan mijn voeten of zo. Kom maar met mij mee, vriend. Yes. Ik ga je even terugbrengen naar mijn vrouwtje. Arme Chainchomp. Oh, daar is de uil weer. Hoed. Ik hoor je, maar ik zie je niet.
Oh, daar ben je. Hallo. Dat is het angstaanjagende beest wat je daar hebt. Vergeet niet, het volgende instrument is een Koponga Swamp. Misschien kunnen we ook gewoon hem meenemen naar Koponga Swamp. Misschien kan hij me helpen. Koponga Swamp, dat is toch letterlijk hiernaast. Ik wil dit optillen trouwens. Dat gaat niet. Ik moet wel even deze Moblins ook nog slachten. Want jullie hebben ook meegewerkt aan diefstal van Chain Chomp. Dat mag, kan ik niet pikken. Wow! Oké, jij mag best wel bij mij blijven hoor. Dat is geen enkel probleem. Blijf jij lekker bij me. Dat deed je goed, vriend. Nee, maar oké. Ik moet je wel terugbrengen naar je baas. Sowieso. Mevrouwtje. Ik heb je huisdier teruggebracht. Hallo. Chainchomp is buiten. Mevrouw Miauwmauw zegt, oh dankjewel, ik ben zo blij dat je mijn baby terug hebt gebracht. Wil je zo vriendelijk zijn? Oh, en hem meenemen. Daarmee zou je me heel erg helpen. Oké, nou is goed. We hebben een huisdier. Super tof. Chainchomp gaat voortaan met ons mee op avontuur. Nice. En daarmee sluiten we deze tweede aflevering van The Legend of Zelda Link's Awakening af. Doe even een blauw duimpje omhoog hè, als je dit tof vindt. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me natuurlijk ook even op twitch.tv/Rickachu. Ik ben iedere zaterdag live. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!